Boos en beers, welkom weer in een nieuwe video. In deze video ga ik in ieder geval langs Bitcoin, Ethereum en ADA. En ik heb nog wat aanvragen. Bijvoorbeeld een DOT, een CRO, een VRA, een GMT, een RUNE, een Silica. Ik heb genoeg aanvragen om de hele week weer te vullen. Maar ik probeer er nu een aantal te doen en morgen natuurlijk ook weer en maandag ook een paar. Uh, daarnaast wil ik ook nog even goud meenemen. Ik weet helaas niet meer wie die had aangevraagd. Maar ja, geef een comment. In ieder geval een dankjewel dat je die hebt aangevraagd. En voor de rest natuurlijk iedereen bedankt voor het abonneren. En voor het kijken, laten we erin duiken. En ik begin meestal met Bitcoin. Bij Bitcoin hebben we natuurlijk al een tijdje. Uh, of tenminste, nu alweer weer een paar weken dat je daar beneden zit. Of een week. Dat je hier beneden loopt te rommelen. En als je dan hier ook dat support had. Dan blijven mijn targets gewoon daar hangen. Dus ik ben er dan een paar dagen even uit. En dan of maak ik geen video's. Dan, ja, omdat het ook gewoon blijft hangen. Het gaat netjes naar zijn targets toe. Laten ze zich nu maar gaan bewijzen. Ik ben helemaal niet uh, heel hondsdol om nu ergens in te springen. Of tenminste. Laat het eerst maar gaan bewijzen. Want er zit nog zo zoveel onzekerheid in de wereld. Dus ja, vandaar dat ik veel rustiger erin ben. En het is ook zomer. Heel veel mensen hebben heel veel andere dingen te doen dan investeren. Denk ook aan, aan de grote spelers. Die zijn ook gewoon vakantie vieren. En noem maar op. Het is ook vaak rustig in de zomertijden. Natuurlijk zie je in de crypto wel wat veel meer beweging. We hebben die grote down move gemaakt. Maar voornamelijk ook. Je hebt gewoon zoveel rotzooi nog steeds in de wereld. Dus. Waarom zou je nu ook heel graag al je geld in crypto willen stoppen terwijl je uh, heel veel downside hebt en allemaal onzekerheden in de wereld, de oorlogen, maar ook alle crisis, transport, graan? Noem maar op, er is genoeg aan de hand in de wereld om rustig aan te blijven doen. En laat zich maar wijzen. Ik heb geleerd, je bent nooit te laat. Uh, dus probeer dat voor jezelf ook altijd te hanteren. Zo krijg je ook nooit FOMO. Ook al krijg je dat wel, dat gevoel, ja, tenminste ik kan mijn gevoel niet zo uitzetten dat ik als een robot leef. Dat gevoel dat komt echt wel naar boven, maar je kan het relativeren en je kan het daardoor ook een beter weg zetten. Waardoor je betere beslissingen gaat maken. En ik hoop dat gewoon altijd in mijn video's terug te kunnen brengen, zodat je daar wat meer van opsteekt. Ik zit al vanaf 2013 in crypto en ik hoop gewoon iedereen het goede te kunnen delen. Uh, ja, bij Bitcoin hou ik dus gewoon die targets. Dus vanuit mijn vorige video van van de week blijf je nog steeds die 22.800. Al heb ik wel wat gekeken of ik daar wat mo uh, uh, voor moest aanpassen. Nu kwam ik al in die andere video dat ik hem. Uh, even kijken hoor. In mijn andere video had ik hem al naar beneden gebracht. Maar ik kan hem ook nog steeds vanuit hier. Hij heeft nog steeds niet die targets geraakt. Ik weet ook nog steeds niet of deze VIP-reeks gaat werken. Maar ik weet wel, mocht het hier support houden. Dan wellicht gaat hij naar deze targets toe. Want op zich op de down, uh, in die downmove respecteert hij ook al een beetje die fips. En dan bedoel ik die witte fips. Dus die eerste zat op die 22.800. En wellicht dat je dit voor jezelf ook wel kan gaan fine -tunen. Wellicht dat we deze kleine lijken. Want hier zie je nu wel al iets meer reactie op. Je ziet dat hij een beetje tegen die uh, 0,26 is gekomen. Dat hij dat nu heeft gepierst en dat hij nog een keer boven zit. En ja, hoe dieper je erin gaat, dus stel dat ik even naar, nou, dat zie je niet vaak bij mij, maar naar een half uur ga, dan zie je ook gewoon dat hij daar naartoe wil gaan, hij reageert erop, hij pierst het, hij gaat door die lijn heen, vindt even support op die lijn, daarna vindt hij dat support en wil hij een higher high maken en daarna verliest hij het weer. Maar hij valt niet, of tenminste hij valt niet in één keer, hij vindt eerst even nog support hierop, hier rijdt hij nog even op die lijn en daarna gaat hij er doorheen. Als hij er dan doorheen gaat, vindt hij er weer support. Zoekt hij weer die lijn op, geeft hij weer een reactie op. En daarna weer naar beneden, zoekt hij weer die lijn op, weer een reactie op. En daarna pierst hij het, hij komt erboven, vindt support op. Je ziet gewoon dat hij de hele tijd op die lijn rijdt. Vanuit het moment dat hij hier ergens die bodem heeft gevonden. Dus wellicht dat we dan nog kleinere targets moeten gaan kijken. Tenminste, kleinere targets, Ja, dat kan zo, maar het hoeft echt niet meer... Veel grotere moves te gaan maken. Dus dan heb je in één keer over targets van waar je nu dan bent, bij die 20.000, 21.000. De 0,382 eigenlijk bij een belangrijk vlakbij deze square die je hier had gevuld. Die je hier bijna had gevuld. En daar vond je dan ook even support. Nu hebben we deze square gevuld en die vorige top even aangeraakt. Dus allemaal plekken waar je wat support kan verwachten. Ook heb je dus al maanden een downside achter je. Je ziet de dollar, zie je wat, wat meer zwakte vertonen. Ook al is hij nog super sterk. Dus het kan allemaal tekenen zijn dat je dus wel een move kan verwachten. En dan heb ik het nu over die kleine targets. Dan gaat een beetje die 0.68 tot en met die vorige week hier. Een beetje dat was begin mei. En dat is bij die uh, 26.000 dollar. Dus dat zouden mijn uitste target, of mijn uiterste target is dan 29.000 dollar van die kleine targets. Het is gewoon even de vraag. En daarom wacht ik gewoon en heb ik mijn geduld. Totdat het met die candle geeft, waardoor het beter uh, die FIPS leest. Maar je zag dus al, als ik hem hier naar beneden bracht. Dat hij al heel erg op die VIP aan het rijden was. Uh, hier beneden bedoel ik. Dus die laatste move, dat hij deze VIP-reeks best wel goed uh, leest. En dat hij waarschijnlijk wel deze targets in ieder geval gaat maken. Voordat hij misschien wel iets meer lucht krijgt en dan deze targets. Maar nogmaals, Aan het begin van wat ik in het begin van de video heb gezegd heel erg naar. Uh, of tenminste, onthoud het heel erg. Dat, dat de wereld gewoon heel onzeker is op dit moment. Dat betekent ook heel veel onzekerheid bij uh, investeerders. En dat, dat speelt zich allemaal terug in de financiële markten. Uh, ja, ik hoop dat deze gewoon duidelijk is en dat je zelf er een plan op maakt. Want het blijft jouw geld en het is jouw leven, dus jij moet ook een eigen plan maken. Niks moet, het mag, mag allemaal. En heb je vragen, zet het in de comments. Vergeet het ook niet de beschrijving van de video even te bekijken, want dan zie je welke coins er allemaal besproken worden en kan je zo jezelf navigeren naar een coin die jij misschien interessant vindt en misschien vind je de rest helemaal niet interessant. Uh, laten we doorgaan gewoon even naar Ethereum, want deze is vrij duidelijk, je blijft beneden, de targets blijven hetzelfde. Je kan wellicht die kleinere targets pakken. Dus daar is het plan vrij duidelijk. dan Ethereum. Ethereum is veel verder gezaakt. Veel verder. Die is wat verder gezaakt. En nog steeds niet deze wik gevuld op de k, -k -chart. Heb je geen wik hier, wat in, uh, even kijken, 22 februari 2021 was gebeurd. Dan heb je hier weer een square op zitten. Dus ook met Ethereum zie ik nog steeds veel meer downside. Ook al weet ik dus dat het misschien nu wat lucht kan geven. En dan heb ik weer deze target. Ook weer met deze. Het blijft dus een weekje hier hangen. Dus het vindt even support. Dus mijn targets blijven nog hetzelfde. Alleen het heeft dus nog niet mijn target geraakt. En daardoor weet ik ook nog steeds niet zeker of deze targets gaan werken. Het is zich naartoe aan het werken. Er vloeit nog steeds niet heel veel geld in als je, als je naar heel veel coins kijkt. Tenminste, heel veel coins die hebben tegenover een BTC kan wel iets wat gewonnen. Ik, bij. Ja, uh, even kijken. Bij Ethereum was je natuurlijk super superhoog. Even terughalen. Bij Ethereum ben je hier heel hoog geweest. En heel lang. Eigenlijk ging Ethereum als laatste naar beneden. Tegenover de Bitcoin-kant. En je bent nu nog steeds hoog. Dus hier zit veel meer risico in dan bij die Alts. Maar die Alts die zaten al helemaal op hun gat. En daardoor kun je gewoon wat tegenover je Bitcoin-kant wat verdienen. Maar ook tegenover je dollar-kant. En Ethereum is toch even een ander verhaal, en een ander pad opgelopen opgegaan. En niet helemaal anders... want het is verschrikkelijk gedaald. En uh, I'm the chosen one... was het volgens mij. Die kwam toen in die laatste video van... is dit dan de head and shoulders? Blijkbaar is dit dus de head and shoulders geweest. Uh, de linkerschouder, hoofd... en de rechtschouder. En dan zie je ook dat hij deze mooie downtrendlijn... vol heeft geraakt. En misschien dat we dus wel wat lucht kunnen verwachten... tot en met die gekke trendlijn hier weer. Maar dat, is, dat moet zich dus allemaal uitspelen... van er moet wat rust in de wereld komen... Wellicht wat meer zekerheden in de wereld. Waardoor we wat meer daarop kunnen vertrouwen. Dat we die hoge targets kunnen pakken. Ik weet nou niet waar, wat ik deed. Want ik zat in kraken. Ik, volgens mij gewoon iets. Ah, oh, ik ging naar de bitcoin kant. Dus ook weer voor deze. Mijn targets blijven hetzelfde. Ook al weet ik dus nog niet zeker of deze werken. Wellicht dat ik hem wat meer naar beneden... Oh, ik zit nu helemaal aan de verkeerde. Dat waren mijn downside-targets. En nu kan ik hem nu pakken. Ik pak hem even wellicht dat ik hem van het hier moet trekken of wellicht dat we alleen nog deze ruimte gaan vullen, deze ruimte vullen en daarna nog lager gaan, want je hebt hier zoveel ruimte en risico onder wat wellicht gevuld kan worden. Dat is dus waar we de komende weken op moeten letten en wellicht dat we dat in de video's gaan terug of missen. Dat gaan we zeker in de video's terugzien, maar wellicht dat we dat live in de video's kunnen terugzien en daardoor kunnen we weer een beter plan erop maken en ook weer weten waar we onze winsten moeten pakken die ze nooit meer van ons af kunnen pakken. Laten we met deze ook weer eigenlijk een beetje naar de targets gaan. Die, als ik hem echt helemaal van boven, maar ik had hem eigenlijk de hele tijd vanuit hier val je naar beneden. Je eerste target ligt dan op die 1370-80. Die 0.382 ligt op die 1680. Denk eens, Ronus. En treden eens, En die 0.68, kijk ook weer bij die laatste val, vind je hier de support. Dit is precies het level bij die 0.68. Dan heb ik het over 2150 dollar. Wellicht nog een pushje winner hier naar die square en dat ligt een beetje tot en met die 2600 dollar. Ik denk nog steeds niet, ook al ga je hier zelfs dit stuk breken. ben ik nog steeds niet bullish. Het geeft hier alle tekenen dat we nog steeds veel lager kunnen gaan. En je ziet ook hoe graag hij deze week wilde vullen. Maar hij is nog steeds niet gevuld. Dus ook weer met Ethereum, wees voorzichtig. En de alts blijven gewoon hartstikke gevaarlijk. Net als uh, Ada. Ada merk je toch ook weer: maak ik wat video's om daar naartoe te gaan. Of tenminste om daar naartoe te werken. Na die 29 juni krijg je toch weer een uitstel. En daardoor, ik treed nooit echt op nieuws. Maar ik wilde het wel naar voren halen, wellicht, dat we daar wat moois uit konden halen. En natuurlijk, Ada liet even wat anders zien dan de rest. De rest was eigenlijk een low het creëren. Ada, Link en nog wat anderen, die bleven hierboven hangen. En daardoor gaf het mij wat meer vertrouwen dat dit een supportplek was. En dat we deze targets konden gaan raken. Ook met het fundamentele nieuws van die hard fork erachter. Maar nu hebben ze dat een maand uitgesteld. Dus wellicht, of in die maand ga je nog wat lager en ga je een nieuwe low opzoeken, of wellicht deze week opzoeken. Want een maand is nog genoeg tijd om daar naartoe te gaan. Of het zich hier dat je hier het support houdt en gaat mee met de rest. Als de, als de rest dus lucht vindt. En dan kunnen we naar deze targets gaan kijken. Ik heb ook al in andere video's deze targets eruit gaan. Dat je nu pas bij die 0,26 bent geweest. Maar we, we hebben dus deze targets, omdat we het bij andere coins ook zagen. En daardoor. Uh, en, en het werkte, dus dat, dat is ook iets waar je, uh, wat je eruit moet halen. Dan keken we naar de targets voor die 57, 58 cent. En dan weer die 70 cent, de 90 cent. En dit is de push-winner die net even over die dollar heen gaat. En ga je dus deze naar boven brengen, kom je dus op iets andere targets. Bij dit gedeelte zie je ook hoe graag die naar die, uh, die 1,45 wilde gaan. Dus wellicht dat dat een uiterste target wordt. En deze heb ik vrij vaak behandeld. Laat hem nu maar dat bewijzen door een down move te breken. Je ziet hem al een beetje gaan rangeren. Maar laat hem nu maar eens een keer deze down move breken. Breekt hij niet, hoef ik eigenlijk nog helemaal niks te doen. Maar breekt hij het? Vindt hij hier weer resistance? En dan in een retrace heb ik een mooie entry. En een iets verstandigere entry dan dat ik hier blind ga kopen. Dat is weer even Ada. Ik hoop dat iedereen er wat aan heeft. Ik wil naar de eerste aanvraag gaan. Die is van Abdi. <coughs> Abdi, hartstikke bedankt voor al je comments en het kijken. Zeer gewaardeerd. Uh, jij kwam met CRO. En CRO weet ik heel even niet meer in welke grafiek ik die had. Blijkbaar hier omdat je die wik had. Hier in die video's heb ik ook toen weergegeven toen het CEO die maakte een mooie move, maar die, er kwam een wikkel onder. Ik weet niet meer of het nou hier was of. Ik kon toch heel even erbij halen. Dit is de btc kan. Ik, ik hou hem gewoon even op de dollar kan. En dan op de Coinbase, want daar had je die gekke wik. Ik dacht dat we hem nog wel een keertje daarvoor hadden behandeld. Maar goed, je valt hier. Je hebt hier weer gigantische verkoopwiks. Ik moet weer even mijn fips terughalen. Want je bent tot met hier gevallen. Maar goed, je, uh, die verkoopfips die heb ik... Of die verkoopfips, die, die Wix, Dat moet je leren. Als er Wix gaat naar boven... En dan in het rood gaan. Dus dat eigenlijk die hele move wordt terugverkocht. Dan weet je dat de verkopers aan de macht zijn. En dat zie je hier één keer gebeuren, twee keer, drie keer, vier keer eigenlijk. En hier, dit is nog een rode, maar je ziet dat je daar onder wordt gepusht. Je blijft maar naar onder worden gepusht. Dus dan zie je ook dat je vanuit hier viel je volgens mij die 85% zelfs nog. Maar goed, het daalt weer wat risico eruit. Het laat nu wat geld zien. En wellicht dat we naar de targets kunnen kijken. Ik zou denk ik als allereerst met deze week beginnen. Omdat je wellicht nog een hele tijd erover moet doen om hier naartoe te gaan. En wellicht dat je daar nou mee komt. Dat, dat moet je ook onthouden. Sommige coins die hebben wel die targets, maar het hoeft er nooit meer te komen. Kijk naar heel veel andere alts die altijd maar lower, of tenminste lower lows hebben gemaakt. Maar goed, met deze, die laat dus, tenminste er zit gewoon wel wat achter. Ook qua marketing en het is wel een bekend bedrijf. En het heeft nu dus de prijs teruggegeven, want dat moet je ook zo zien. Hier werd iedereen voor de gek gehouden. En daarna gaat het dus een 91, 92% naar beneden. Unsustainable moves. Die geven 180 tot 100% terug. Deze hebben hem 100% teruggegeven en nog een low-low gemaakt zelfs. Nadat hij hier was gaan stijgen. Maar goed, je komt al hier op dit level. Hier heb je een beetje een basis, dat structuur wat je maakt om hoger te kunnen gaan. En daarna krijg je die grote move. Dus je zit wel op een mooie plek. Maar wordt dat dan de plek waar je uh, het support gaat vinden? Dat, dat is de vraag gewoon. Ja, dat moet zich gaan bewijzen. Nu heb je ook de eerste move. Dat hoeft niet echt... Dan moet je niet meteen helemaal gek worden. En misschien dat ze ons helemaal voor de gek gaan houden. Dat ze het er echt in één move gaan doen. Dus in één, in één wave. Dit is gewoon één wave. Dus in één wave naar boven. Dat je eigenlijk geen retrace krijgt voor een mooie entry. Want dan... Ja, dat zie je toch wel het meeste in de crypto gebeuren. Dat het meestal in die pushes gebeurt. Dat je, dat je eigenlijk in één dag moet je een beslissing maken. En daarna geeft het eigenlijk weer die hele prijs terug. En je ziet hier ook: Zero is echt wel een beetje pump en coin. Het schiet omhoog, het gaat naar beneden. Het zijn ze dus één wave omhoog, één wave naar beneden. Als je hier meerdere Elliott waves uit gaat halen. Dan, dan moet je nog heel veel leren in de crypto. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld die Elroy van het crypto -huis. Die zie je overal uh, Elliott waves in, in, in tekenen en bouwen. Uh, als je dat gaat doen, dan ben je echt een beginner en dan weet je de basisregels van de Elliot wees niet. Uh, maar goed, laten we daar gewoon uh, laten we het bij onze dingen houden. Dus ja, Abdi, ik ben niet super fan. Ik vind het echt geen uh, gezonde grafiek wat ik hier allemaal zie. Maar stel dan dat ik naar targets moet gaan kijken, dan heb je 0,26 op een 15,5 dollar cent en dan een 0,382 bij de 18,7 dollar cent en een 0,68 bij de 23,24 dollar cent. Wellicht dat je die push-winner naar hier naartoe kan krijgen. Dat is een beetje rond die 27 cent. Of dat je nog hier naartoe gaat. Of hier. Dat je vanuit deze targets moet gaan meten. En dan worden die targets gewoon iets groter. Daarom zeg ik altijd: denk altijd de in zones. En treed altijd in zones. Want dan hoef je niet exact op die targets uit te komen. Uh, een andere aanvraag die ik ook vorig keer kreeg. En zo'n Google die had er wel een paar goede. Dat was het tot. Dot. En dat is ook gewoon wel een van de coins. Ik krijg wel uh, steeds vaker de vraag van Colin: Wat zijn coins die jij echt toekomst vindt zien? Dan moet ik wel iets toegeven. Ik zie heel veel toekomst in, uh, in de hele crypto. Maar toch vind ik dat uh, Bitcoin de beste houdt van elke coin. En de rest moet zich maar echt gaan bewijzen om mij over te halen om daar echt vol te investeren voor de hele lange termijn. Dus het echt te hoddelen. Ik zie dat dat niet meer op kraken zit en daar had ik volgens mij... Oh jawel, <laughs> excuses. Daar hadden we onze grafiek aan. Hier zie je ook weer, op zich heb je een lichtelijke lower low gemaakt, dus je hoeft hem maar een klein stukje te verleggen. En ik had hem vanuit hier, maar wellicht dat we hem nu vanuit hier gaan meten. En dan zie je ook dat je hier even kijken, dat resistance vindt. En je ziet nu dat je hier je eerste low maakt, dan je lower low. En het begint nu een beetje af te buigen, die steile downtrend. En als het hier dan afbuigen laat, dan eerst naar die targets gaan om zich te bewijzen en dan een retrace. Dat de structuur maakt om in ieder geval een move te kunnen maken en een mooie entry te kunnen geven. Maar als ik dan naar de targets ga kijken en ik pak even die percentage erbij, Eerste risico. Het liefst koop je hem gewoon hier, 20% naar beneden. Dan je eerste target, als je de prijs van nu hebt, is een 30%. Dat ligt een beetje rond die 10,20, 10,25. De 0,382 op de 12,70. En denk weer in Saunas, daar heb je ook die square-up. En dan heb je de 0.6 en 8. En de 0.5 ziet er hier ook nog wel wat belangrijker uit, ook door die square-up hier. Maar de 0.6 en 8, en wellicht dat ik nu nog steeds moet fine-tunen. Dat ik hem vanuit hier moet halen of... Daar moet je ook zelf nog eventjes mee bouwen, zo'n Google. Want we hebben nog niet die nog gekregen die hem exact aanraakt... waar je een retrace op krijgt, waardoor we die uh, vips kunnen gebruiken, maar... Stel dus dat je naar targets kijkt, heb je het een beetje tot en met die $16,50. Heb je het toch over een ruimte van 100 tot en met een 160%. En dat gaat dus een beetje vanaf die $14,60 tot en met die $16,50 tot en met de $19,30 en de $20. Dat is even uh, dot. En dan reken ik dus op die kleinere target. Ik heb bij dot ook wel eens een kanttekening gegeven dat dot wel een, weer in één lek eigenlijk naar beneden gaat. Dus uh, misschien dat deze iets anders kan laten zien en dat deze grotere thuis kan kijken. Maar nogmaals, ik zie de wereld uh, niet rooskleurig. Dat, dat vertaalt zich door naar financiële markten. Ook Polkadot zit in die financiële markt. Zo Google hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik wil naar een andere aanvraag gaan, dat is goud. En daar ga ik best kort over zijn. Want ik, uh, ja, je ziet wel in dit soort markten, goud houdt wat, wat, wat betere waarden. Goud waar andere markten tientallen procenten naar beneden gaan. valt goud een. een 8%, een 9%, zeggen we 10%. Maar goed, bij goud zit je dus in een gedeelte. waar je uh, ten eerste een aantal, of tenminste een aantal, dat is bijna 10 jaar geleden. vond je, de, uh, of tenminste resistance op dit punt. daar ben je nu heb je een higher high gemaakt. Je bent er nog nooit. even kijken hoor. Ik wil even een goede grafiek uh, naar boven. Je bent eigenlijk nog nooit zo hoog geweest. Dus dit is gewoon een plek. En je ziet eigenlijk een beetje een dubbel top hier komen. Als je hier aan de verkeerde kant zit. Kun je jaren aan de verkeerde kant zitten. Dus ik ben hier helemaal niet uh, geïgert in om te kopen. Bij deze wacht ik echt. Al moet ik een tien jaar wachten. Ik wacht het liefst dat hij hier is. Hier is. Of wellicht hier. Ik heb in mijn vorige video ook gehouden. Uh, de laatste video waar ik gehouden in had. Heb ik hem ook naar voren gehaald? Hier heb je een soort van blueprint. Tenminste, mijn blueprint, of niet jouw blueprint te zijn. Van waar uh, goud destijds uitbrak. Waar het weer zijn support vond. Om die grotere move te maken. Als hij dat hetzelfde gaat doen nu. Dus dat hij hier zijn top heeft gevonden. En dat hij helemaal hier naartoe Hier zitten squares, gaps. Van alles wat zit hier. Dus ik heb echt wel. De waarschijnlijkheid vind ik best groot dat we hier naartoe gaan. Dan zou ik dus goud weer kunnen kopen. Uh, tegenover de dollar en per os. Voor, ja, zeggen we onder de 800 dollar. Dus waarom zou ik daar niet te wachten? En dan heb ik weer jarenlang. Uh, dit is tegen jaar lang. Staat mijn geld hier weer in veilig. Maar nu hoef ik er niet in te zitten. Want nu he, zitten we zo hoog. En daarvoor zeg ik altijd. Dan is je risico het hoogst. Want kijk wat voor ruimte je eronder hebt. Als ik gewoon even naar die eerste tuigers moet gaan kijken. Als ik hier natuurlijk 20%. Maar de hele ruimte hieronder. Dan ga je gewoon, kan je gewoon door de helft gaan met het goud. Iedereen zal me gek verklaren en ik verklaar mezelf ook een beetje voor gek hierin. Want het hoeft natuurlijk niet te gebeuren. Maar ja, dit, hier zit zoveel risico in. Ik begrijp niet dat de mensen dit zo erg aanprijzen. Het enige voordeel wat je hier dus wel mee hebt is dat het iets, of tenminste dat het veel meerwaarde vast is. Maar je zit nu ook, je zit in de top en het lijkt eigenlijk een dubbeltop te zijn. Met gekke wiks en alles hier gebroken. Dus. Ja, ik blijf er het liefst vanaf. En je moet natuurlijk zelf weten wat je hierin doet. Wat ik zei, van het kan ook heel langzaam gebeuren. Dus dan is het alsnog een goede om altijd uh, iets in te houden om, om je waarde een beetje te bouwen. Maar ik ben hier heel voorzichtig mee. Veel te hoog. Uh, een andere aanvraag. En Mijn stem begint nu al een beetje op te raken. Dus ik ga denk ik nog twee doen. Nu had ik een andere aanvraag van Monique nog, maar die kom ik denk, daar kom ik op terug. Uh, John had ook nog een aanvraag VRA. Ik ben er niet echt super fan van, Ferrari City. En ik ga even kijken waar onze grafiek is van, b Hierom ben ik er niet echt een heel erg fan van. Maar ja, op zich zie je dat het wel heel veel alt dat, is, dat je maar blijft dalen. Kijk, je prijs is naar je toe gekomen. En Je ziet nu ook die, die, die downtrend, die buigt zich nu een beetje af. Dus wellicht dat je hier wat support gaat vinden. Maar je hebt een low-low en je hebt deze bodem gebroken. Dus ik ga echt niet uit van een nieuwe Altamai of wat dan ook, maar dan ga ik nergens. Dus ik kijk naar deze targets. En die targets die kunnen werken, vanuit hier, werken ze nu al. En dan heb je het over... En je kan hem natuurlijk vanuit hier halen, maar ik trek hem het liefst vanuit hier. En waarom trek ik hem vanuit daar? Omdat je hier een basis hebt. En met deze kennel, met deze kennel. En hier gaat het geld er echt uit. Hier breekt die basis en ga je een nieuwe low maken en breek je deze bodem. Dus met deze leg wil ik meten. Uh, als ik dan naar de targets ga kijken. Ik ga hem gewoon even snel er doorheen halen. Want je risico is laag. En je risico zit bij die vorige. is dus toch nog een 17%. En je grootste risico zit hier. Want hier heb je op zich nog wel een ruimte waar je naartoe kan gaan. Dus 60% naar beneden vanaf de prijs van nu. En je eerste dag bij die 0,2 die 6 bij een. Oh jee, dit zit er onder een cent. Een negentiende van een cent. En daarna ga je naar 1,1 cent. Bij de 0,382 heb je toch al over een ruimte van 111 Dus deze ruimte is al top. Stel dat je hier naartoe gaat, zou ik al winst eruit halen. Dan de 0,68. Hier vind je dat je die basis een beetje. Dat begint al een beetje bij die wik die je hier krijgt bij die 0,68. Anderhalf cent. Nou, kijk, meet het ook zelf, zodat, zodat je er gewoon een goed beeld van krijgt. En daarna ga je tot en met hier een beetje bijna tot en met die uh, 2 cent, 1,9 cent. Heb je het over een ruimte van 250%. Procent? En je ziet ook hier op zich die rode moving average is nog vrij hoog. Dus wellicht als hij ergens gaat samenvloeien met een van die VIPS, Dat zou ik een beetje als eindtarget dan houden. Maar goed. Dit is even VRA. Ik hoop dat je wat aan hebt. En wees altijd voorzichtig. Ik krijg vandaag ook nog een paar. Maar ik ga die gewoon voor morgen bewaren. Uh, dat is van een depfotografie en GMT. Hartstikke bedankt. En Nick en Remco. Ook hartstikke bedankt voor jullie aanvragen. Die ga ik dus morgen doen. Dat is een Ru Roen en Silica en GMT. En van Monique had ik nog een bad. En zodoende heb ik nog wel een tiental aanvragen. Kom ik allemaal in de loop van de week terug. Hartstikke bedankt voor jullie. Uh, komst en kijken, en voor de, al de nieuwe abonnees hartstikke bedankt. Zeer gewaardeerd. Ben je nog niet geabonneerd en nog niet helemaal overtuigd van mij kunnen en laten, wat ik heel goed kan begrijpen, want ik ben ook een groentje op uh, YouTube. Uh, kijk dan nog wat meer video's en maak dan de beslissing of je dan wel of niet wil abonneren. En ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor de tijd en de aandacht die je me hebt gegeven, en wellicht dat we elkaar weer snel tegenkomen. Adios en een goed weekend.